Hi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken van februari bespreken. Ik heb in februari 5 boeken gelezen. Het is dus niet echt heel veel, maar februari was ook een wat kortere maand. En er zaten ook soms wat kortere boeken bij. Maar ik heb wel weer heel erg genoten van deze boeken. En ik ga je gewoon vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik daarvan vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is van Nicole May. En dit boek heet Mr. Swipe Right. Dit boek gaat over Kali en zij heeft haar huwelijk op de klippen zien lopen en ze besluit eigenlijk om dan een profiel aan te maken op een dating app. Ze verkent eigenlijk haar opties en ze stapt wel verder uit haar comfortzone en ze heeft eigenlijk ook al vrij snel wel een paar matches en ze besluit ook om af te spreken. Maar eigenlijk lopen die afspraakjes niet echt heel erg lekker, want de eerste man die ze treft, die lijkt totaal niet op zijn profielfoto. Dus daar heeft ze het al vrij snel mee gehad. De volgende is het eigenlijk ook niet. En ze bespreekt daarmee ook heel veel met haar vriendin, die getrouwd is en een kindje heeft. Maar het komt er eigenlijk gewoon niet echt lekker uit. Haar collega die bij haar op het werk werkt, die valt op mannen en die is ook wel heel erg benieuwd steeds van naar haar afspraakjes. Zij heeft zelf ook veel afspraakjes met mannen, dus ze kunnen daar eigenlijk best wel goed met elkaar over praten. Het ergernis van haar baas, want deze collega loopt steeds weg bij de telefoon en hij is dus receptionist. Kali heeft het eigenlijk best wel leuk. Ze heeft ook echt wel een paar hele leuke dates, maar die zijn dan vaak maar eenmalig. En ze heeft ook wel een leuke tijd, maar ze wil eigenlijk wel echt iets vast. Op een gegeven moment vindt ze een man, daar heeft ze een hele leuke date mee gehad. En dan is het eigenlijk zo dat hij al wel aangeeft van, nou ja, ik zoek toch geen vastigheid. Dat vindt ze wel jammer, omdat ze het heel goed kunnen vinden. En dan ontmoet ze een man, nou, dat is de man waarvan ze droomt. Hij zegt dat hij autocoureur is, alleen het probleem is dat ze elkaar niet heel vaak kunnen zien, want hij zegt dat hij heel veel in het buitenland zit voor zijn werk en dat ze er echt geduld voor moet hebben en dat heeft Kali ook wel. Kali werkt zelf in een hotel en daardoor heeft ze een aantal afspraken ook op hotel. En alleen op een gegeven moment mist ze ook geld uit haar portemonnee en dan denkt ze, nou, ik had eigenlijk toch nog geld. En dan blijkt toch dat de man die zij zo leuk vindt niet de man is die hij zegt dat hij is. Dan heeft ze ook nog het probleem dat haar vriendin, dat ze de man van haar vriendin op de datingsite tegenkomt. En haar vriendin was al bang dat hij vreemd zou gaan. Dus dat is ook nog wel een dingetje. Uiteindelijk wordt Kali wel weer gelukkig, maar ik ga je niet vertellen met wie ze weer gelukkig wordt. En ik ga je ook niet vertellen of het nou echt de man van haar vriendin is die op de datingsite zit of dat dit toch anders is. Want ik vind toch dat je dat zelf zou moeten ontdekken als je daar benieuwd naar bent. Ik vond het een heel leuk boek, ik heb ervan genoten. Dus ja, ik vond het zeker een aanrader. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Het Doel, geschreven door Elle Kennedy. En dit boek komt uit de Steamy Off Campus serie. En dit is het vierde deel in deze reeks. Dit boek gaat over Sabrina James. Ze heeft eigenlijk haar plannen op een rijtje. Ze wil met goede cijfers afstuderen en daarna toegelaten worden op een topuniversiteit voor een masterrechten. En daarna hoopt ze aan het werk te kunnen bij een advocatenkantoor. Het probleem is alleen dat Sabrina een vreselijke thuissituatie heeft. Haar moeder is weggelopen toen ze nog heel klein was. Heeft ze nooit meer wat van vernomen. En ze is dus opgegroeid bij haar oma en bij haar stiefvader. Die eerst een relatie had met haar moeder en nu op haar oma duikt. Het is ook echt een heel vies mannetje, deze stiefvader. Het is echt een hele nare man. Hij drinkt heel veel en hij is ook heel aantastelijk. En hij zou graag wat meer van Sabrina willen, maar gelukkig weet ze er elke keer nog wel weer onderuit te komen.
Maar omdat ze dus uit deze thuissituatie wil ontsnappen en alles perfect wil doen, heeft ze absoluut geen tijd voor een relatie. Op een avond ontmoet ze de knappe ijshockeyer John Tucker. En die ziet haar eigenlijk gelijk helemaal zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit hem om een kans te geven. En deze beslissing zal haar hele leven veranderen. Want hoewel ze hem eerst nog wel een beetje probeert op afstand te houden en het echt wel leuk hebben met elkaar, gebeurt er een hele grote, komt er eigenlijk een hele grote gebeurtenis aan bod, wat haar hele plannen en aan diggelen helpt en waardoor het ontsnappen aan haar thuissituatie niet veel makkelijker wordt. Hoe ze dit allemaal gaat combineren en of dit allemaal goed komt en wat die grote gebeurtenis is, dat ga ik uiteraard niet vertellen. Ik moet zeggen, ik vond het een prachtig boek. Ik heb er heel graag, ik heb er gewoon eigenlijk heel erg van genoten, wil ik zeggen. Alleen, ik vind de sportgedeelte dus wat moeilijk, omdat ik er zelf niet zoveel mee heb. En omdat ik merk dat je heel erg terug wordt getrokken naar de studietijd, waar je zelf, waar ik zelf ook eigenlijk geen ervaring mee heb en sommige dingen me niet zo goed in kan verplaatsen. Maar desondanks heb ik heel erg genoten van dit mooie boek en raad ik je zeker aan, als je benieuwd bent naar de grote gebeurtenissen in het leven van Sabrina, om dit boek te lezen. Het volgende boek wat ik heb gelezen, dat heet Voor hetzelfde geld en is geschreven door Wie Kaeland en Penelope Ward. Dit boek gaat over Bianca George. Zij doet interviews en ze is op weg naar een interview met een succesvolle zakenman, Dex Truth. Alleen als zij op weg is naar de verdieping waar ze moet zijn, komt zij vast te zitten in een lift met een knappe man. Nou, Bianca heeft best wel last van paniekaanvallen in die lift. En eigenlijk, doordat ze dus zo in paniek is, begint ze te ratelen en te vertellen dat ze eigenlijk een hekel heeft aan dit soort mensen zoals Dex Truth. Omdat ze denken dat ze alles zijn. De man met wie ze in de lift vastzit is Dex Truth. Maar zij weet dat alleen niet. En hij besluit zich voor te doen als bezorger, zodat zodat ze eigenlijk niet te weten komt dat hij die man is. Omdat hij het eigenlijk niet heel tof vindt dat zij al zo'n vooroordeel heeft over mensen zoals hij. Hij besluit dus om zijn identiteit verborgen te houden. En uiteindelijk, als ze uit de lift bevrijd zijn, belt hij naar zijn secretaresse op dat hij de afspraak niet zou halen. Na het interview wacht hij. Hij gaat dus eerst snel een fiets kopen, zodat hij echt zich voordoet als koerier. En dan wacht hij haar buiten op en spuwt Bianca haar vuur hoe kwaad ze is dat de afspraak niet is doorgegaan. Nou, hij doet zich voor als Jay, de fietscourier dus. En ze hebben eigenlijk best wel een gezellige tijd en ze hebben het best wel leuk. Maar dan komt Bianca in mailcontact met Dex. Want ze wil evengoed nog het interview, maar hij probeert het een beetje af te houden van, nou, ik heb geen tijd, dus laten we het maar gewoon via de mail doen. En ze beginnen elkaar wat vragen te stellen en zo leert eigenlijk Bianca via het mailcontact toch een andere kant kennen van Dex. Alleen voor Dex wordt het steeds moeilijker, want hij is aan de ene kant is hij gewoon zichzelf en aan de andere kant is hij die fietscourier die hij eigenlijk helemaal niet is. Hij werkt zichzelf hier heel erg mee in de nest en hij weet op een gegeven moment eigenlijk ook niet meer hoe hij eruit moet komen. Dan is het natuurlijk ook nog zo dat ze eigenlijk bij dit interview hadden aangegeven dat er eindelijk een foto van Dex bij zou komen te staan, omdat niemand weet wie deze man is. Dus er is nog nooit een foto van hem online verschenen. De grote vraag is, kan Dex de waarheid onthullen zonder Bianca kwijt te raken? Want hij vindt haar echt wel heel erg leuk. Daar hou ik het ook bij, want ik vind echt dat je zelf moet ontdekken hoe dat nu verder gaat tussen de twee als de waarheid ontdekt wordt. Ik vond het wel een heel leuk boek. Ik vind sowieso de boeken van deze twee schrijvers echt heel erg leuk. Er zit humor in. Ik hou er wel van. Dus ook dit boek was zeker wel een aanrader.
Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Thee met Koekjes en is geschreven door Angelique van Domme. Het boek gaat over Raven, een 42-jarige vrouw die eigenlijk een luxe leven leidt. Werken hoeft ze niet, want haar man Dave die heeft een goed lopend eigen bedrijf. Ze hebben samen twee kinderen, en een jongen en een meisje, Giel die is 15 en Danique en die is 13. Eigenlijk buiten de normale puberproblemen om, leidt ze een hartstikke normaal en leuk leven. Alleen dan komt zij thuis van een potje tennissen en betrapt ze haar man met een vrouw in hetzelfde bed. En dat is voor Raven natuurlijk de druppel op de gloeiende plaat en ze gooit ze beide direct het huis uit. Haar leven verandert daardoor drastisch. Ze moet ineens zelf de kost gaan verdienen. Ze moet op zoek gaan naar een andere woning, wat ook niet heel erg makkelijk is. Uiteindelijk vindt ze een woning en kan ze in een soort brasserie gaan werken. Want ze komt per toeval een oude vriend tegen, Ray, en die zoekt wel personeel. Dus daar kan ze mooi voor aan de gang. Haar grote passie is eigenlijk bakken, koekjes, taarten, van alles eigenlijk. En ze merkt ook gelijk dat Ray haar steunt bij alles. Ze kan 4 dagen per week gaan werken in de brasserie. Ze kan dit goed combineren met haar kinderen. Eigenlijk hoopt Ray ook door haar te steunen dat ze ooit inziet dat niet alle mannen zijn zoals haar ex. Geeft ze op een gegeven moment ook wat cursussen in de brasserie in de avonduren. En een van die cursussen is cupcake bakken en daar loopt ze een vrijgezelle man tegen het lijf, Boudewijn. Ze hebben het op zich ook wel leuk, maar het is voor Raven, ze heeft niet gelijk het gevoel van, oh, dit is wel misschien een man waar ik heel gelukkig mee kan worden. Ze proberen het ook wel, maar ze merkt toch wel dat de verschillen heel groot zijn. Dat hij heel makkelijk denkt dat ze haar kinderen oud genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. En Raven wilde juist voor haar kinderen zijn, omdat die het ook best wel moeilijk hebben met de scheiding. En dan is er ook nog Ray, waar ze eigenlijk een steeds leukere band mee krijgt. Maar daar krijgen ze ook niet zoveel hoogte van over de gevoelens wat hij voelt. Ze krijgt ook nog best wel een grote klap te verwerken als haar ex opnieuw vader wordt. En haar kinderen toch wel weer wat meer naar haar ex toe trekken. Dus het is voor Raven allemaal niet heel makkelijk. Met wie ze uiteindelijk zal eindigen, dat is de grote vraag die ik in het midden laat. Want ze gaat de liefde echt wel weer vinden. Maar met wie en hoe en welke obstakels ze nog meer tegenkomt, dat ga ik niet vertellen. Want dat zou je echt zelf moeten lezen als je daar benieuwd naar bent. Ik heb heel erg genoten van dit boek, want ik had er op voorhand niet heel veel verwachtingen van. Maar toen ik het eenmaal begon te lezen, vond ik het echt een superleuk boek en ook heel moeilijk om weg te leggen. Het laatste boek wat ik heb gelezen is van E.L. Todd en dit is het boek Liefde leeft voort. Dit is deel 18 in de Voor Eeuwig reeks. In dit boek gaat de hele kliek naar Las Vegas toe voor Trinity's vrijgezellenfeestje. Helaas loopt dit toch een beetje uit de hand, want de heren gaan ook mee. En dat loopt niet altijd eventjes lekker. Er gebeuren wat dingen die ergens ook wel hilarisch zijn, maar ook wel heel beschamend. Zo is het zo dat ze twee leden van de kliek elkaar kussen terwijl ze eigenlijk hun lippen ver uit elkaar buurt horen te houden. En Slaty wordt betrapt op iets wat hij aan het doen is en wat eigenlijk niet kan. En Silke en Arsene die zeggen dingen tegen elkaar waar ze eigenlijk achteraf heel erg spijt van hebben. Clementine en Wartie draaien in het boek heel erg om de hete brei heen wat hun relatie betreft. Clementine is zwanger van Wart en hij maakt ook eigenlijk wel duidelijk dat hij heel graag met haar wil trouwen. Maar Clementine kan daar niet mee instemmen en Wart voelt zich daardoor best wel heel erg gekwetst.
De grote vraag is ook eigenlijk of Clementine van gedachten zal veranderen als zij beseft dat elk ander meisje in Manhattan hem ook heel erg ziet zitten. Want ondanks dat ze niet wil toegeven aan de gevoelens voor Ward, is ze ook wel heel erg jaloers als andere meiden aandacht aan hem schenken. Dus dit zorgt best wel voor wat wrijving. Dit waren eigenlijk vooral ook wel de grote lijnen uit het boek. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer, maar dat komt eigenlijk omdat de verhaallijnen best wel door elkaar heen lopen. Ik heb heel erg genoten van het boek. Ik heb hier ook met tijden onwijs om moeten lachen. Ik vind deze hele reeks echt fantastisch. Ik heb inmiddels het laatste boek gelezen en ik weet ook niet of er nog een vervolgboek van gaat komen. Ik hoop het eigenlijk wel. Maar goed, hoe dat volgende deel eindigt, dat zul je in de volgende video weer gaan zien. Maar dit boek vond ik ook zeker wel een aanrader als je ook een beetje van humor houdt. En ja, ik vond het heel erg leuk om te lezen. Dan waren dit alle boeken die ik heb gelezen in februari. Stuk voor stuk hele mooie boeken. Het ene boek kom je wat makkelijker doorheen dan door het andere boek. Ik geniet er heel erg van. Ik merk gewoon echt wel dat ik mijn genre heb gevonden in het lezen van boeken. En dat ik elke keer wel weer boeken vind die ik heel leuk vind. Dus ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij benieuwd bent naar een van deze boeken. Of dat je denkt van nou, het is voor mij niks. Misschien heb je al wel eens een van deze boeken gelezen. Dan ben ik ook wel benieuwd wat jij ervan vond. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. En daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je die melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video nou leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!